We gaan dadelijk een aantal plannen beoordelen. Zij doen nog een pitch. We hebben de plannen al een beetje bestudeerd. Maar we gaan nog vragen stellen en dan maken we een beoordeling wie ondersteuning krijgt van de gemeente om dat geweldige initiatief te realiseren. Het is juist ook bedoeld om dingen niet in een hokje passen. Als jury letten we op, is het realiseerbaar? Is er financieel goed over nagedacht? Is het vernieuwend? Maar zeker ook, hoe betrek je de bewoners in je omgeving erbij? En dan komen we tot een oordeel. Maar ik kan je al verklappen, er zitten hele mooie plannen bij. Dus ik zie wel een aantal winnaars gloren. Maar we gaan eerst horen wat zij nog meer te vertellen. Ja, het idee wat ik wil gaan uitproberen is het gebruiken van zonne-energie voor het voorverwarmen van lucht die je toch nodig hebt om je huis te ventileren. Dus ons plan is buurzaam en duurzaam, waarbij we de verschillende transities aan elkaar knopen. Mijn naam is Abdel, ik maak onderdeel uit van het FIX-team. In samenwerking met Stagehuis gaan wij de bewustwording in de Schilderswijk van de energietransitie drastisch vergroten. We hebben nu een mooie eerste ronde met mooie plannen, maar dadelijk in september is er een tweede ronde. En ik roep iedereen op om de ideeën die je samen met je bewoners in de wijk hebt in te dienen. Dan maak je kans op ondersteuning om dat geweldige idee voor de energietransitie samen met je buren te realiseren.